hoop ik echt dat het een zoontje is. En ja, dan heb je gewoon een dochter. En... Yes, what up guys? Mijn naam is QC en ik ben vandaag met niemand minder dan... Stephanie. Jongens, dit is onze allereerste Q&A. Laat ik het zo zeggen, onze officiële Q&A. Vorige keer hadden we wel een Q&A, dat was in een vlog verwerkt. Maar dit is onze allereerste Q&A. Dus de... Oké, Fionnjaka. Wat is dat? Fionnjaka. Fionnjaka. Waar? Ah, hier. Fionnjaka. Wat staat er? Fionnjaka. Fionnjaka of zoiets. Wel een gekke naam. Maar ze heeft wel een leuke vraag. Ze vraagt, hoe zien jullie je toekomst over 10 jaar? In Wassenaar. In Wassenaar? Ja, ja, dat is wel een beetje onze toekomst. We zeggen altijd van ja, als het goed gaat en met alles, financieel en gewoon alles eromheen. Dan willen wij gewoon naar Wassenaar toe en gewoon lekker daar wonen. Het zijn niet echt onze type mensen, denk ik, die daar wonen. Het zijn een beetje kakkers en zo. Maar... Nee, daar kom ik daar ook niet voor. Ik kom daar voor mijn rust. Gewoon lekker een groot huisje, mooie achtertuintjes voor de honden, voor de dochter. En weet je toch gewoon, ik wil een leuke omgeving, ja, of in ieder geval een goede omgeving voor mijn dochter. En ik denk dat je daar wel gewoon een goede omgeving hebt. En dan, ik wil mijn dochter niet in mijn eigen stad laten opgroeien, omdat ik zelf ook hier ben opgegroeid en ik weet hoe het hier eraan toe gaat. En natuurlijk ligt dat er wel aan elke opvoeding en aan elke karakter van een persoon, hè. Dus ik kan nooit zeggen hoe ze later wordt. Nee. Maar je kan het wel een beetje sturen. Omgeving is wel heel belangrijk. Ja, dat wel. Potenko Virono. Allemaal rare namen. Maar zij vraagt in ieder geval, ben je na zo lang nog verliefd op elkaar? Nee, ja, hoe zeg je dat? Ja, de verliefdheid gaat weg. Het is houden van. Dus, ja. Ja, het is... Ja, wel af en toe nog hoor, dat je dan weer... Ja, natuurlijk van die momentjes. Ja. Maar het is niet meer net zoals in het begin of zo. Nee, maar dat, ja, dat heeft niemand. Nee, denk het niet. Ik denk, ja. Dat kan niet ook. Gewoon. Nee, wat je soms bij mensen in het begin ziet, dat kletterij. Dat is hetzelfde als mensen zeggen, zeg maar, ze zijn net verliefd. Ja. Dat ze gelijk zeggen, ik hou, maar dat kan ook niet. Nee. Als je net verliefd bent, kan je niet van iemand gelijk houden. Nee, houden van is wel... Dat komt later. Dat komt later. Is ook wel meer waard dan verliefdheid. Verliefdheid kan je ook... Weet je wat het is? Als je verliefd op elkaar bent, dan wil nog niet zeggen dat je gelijk een goede relatie hebt. Omdat je bent verliefd op elkaar en je ziet alles door de vingers. Op een gegeven moment ga je in een fase komen dat je dingen niet meer leuk van elkaar gaan vinden. En dat ook elkaar durft te zeggen. Daar gaan de ruzietjes beginnen en zo. En door zo'n fase moet je heen. En dan kan je eigenlijk pas een beetje bepalen van oké, dit is een waardevolle relatie of niet, toch? Ja. Ja, we zijn al 9 jaar samen, dus gaat eigenlijk goed. Maar er vol genoeg, ja. Dat is mooi gezegd. Montana 3072 die vraagt, waarom was jij zo geraakt toen je je dochter als eerst zag? Voor de mensen die niet weten wat hij daarmee bedoelt, ik denk dat hij bedoelt die foto van mij, dat je mij ziet huilen. Ik laat nu even de foto zien. Kijk, zoals jullie zagen, dat was de foto dat ik hartstikke geraakt was, dat mijn dochter net was geboren. En hoe dat komt, dat is omdat... Het is de beste, mooiste moment die je in je leven gaat meemaken. Het klinkt heel cliché, iedereen zegt het, maar het is ook echt gewoon zo. En je moet denken, je hebt 9 maanden... In het begin krijg je natuurlijk te horen dat je een kind krijgt en dat proces is 9 maanden. En je maakt van alles mee, de geluk, maar ook de stress, omdat je dan weer hoort van oh, deze echo was een beetje zo, of dit was weer zo. Snap je? Net zoals ze zei dat het hoofdje iets te klein was en zo. En dan 9 maanden zit je stress toch van, is het kind gezond, is het goed? En op het moment dat dan zoiets eruit komt, en je ziet ook nog besef dat je ook nog gewoon je vriendin, zie je, hoe lang heb je pijn geleden? 5 uur of zo? Nee, in totaal 3 dagen. Ja, 3 dagen pijn. Nou, nee, ik heb... Nee, maar echt dat je echt, ja, je hebt 3 dagen. Oké, maar je hebt 3 dagen ziekenhuis gelegen, waarvan 7 uur echt die weeën en zo, dat je echt pijn had. Dus je maakt van alles mee. En je ziet je vrouw pijn lijden, plus je weet dat je dochter wordt geboren. En op het moment dat zoiets zeg maar dan gebeurt en de bevalling komt en zeg maar, ja, het kind komt eruit. Nou, en dan zie je dat voor het allereerst, want we hebben ook nooit een 3D echo gedaan of zo. Dan zie je best wel hoe het eruit ziet en dan zie je voor het eerst hoe je dochter eruit ziet. Ik weet niet man, als ik er bijna aan denk, word ik weer bijna emotioneel gewoon. Dat was echt een... Heel mooi moment, hè? Ook voor het eerst dat ik er in mijn arm had, zo. Ja, ik was even helemaal... Ja. Op dat moment... Gewoon helemaal in mezelf, op dat moment. Ja. Omdat, ja. Ik was... Met alles tegelijk bezig, eigenlijk. Ik was met pijn bezig, maar ook met... Gewoon dat ze geboren was en... Het gevoel in mijn buik was zo raar, omdat het ineens leeg was. En,
Maar het was wel echt mooi was het. En ja, die foto die je daar ziet, dat was pure emotie. Dat is dat is ook mijn lievelingsfoto die ik heb. Ik heb hem heel lang niet willen uitbrengen, omdat ik dacht van ja, je ziet me huilen op die foto, maar daarna en ging... En mij verlept de kop op die foto. Ja. Maar ineens gaat jezelf ook beseffen dat gewoon de mooiste moment is. En waarom zou je je schamen voor de mooiste moment, ook al huil je daar. Ik huilde voor iets moois en sowieso moet je nooit schamen als je huilt ofzo. Oké, Younes VDB, dat betekent voor mij van de blok. Ja. Younes van de blok. Hij vraagt, wat vindt je vriendin ervan dat je soms rare vragen stelt aan meiden of supergaande? Klootzak. Ja, boeit me echt niet. Nee? Nee. Ja, je weet ook dat het entertainment is. Ja, toch? Daarom. En ja. Nee, ik krijg daar niet wakker van. Ja, weet je, we stellen ook de rare vragen aan mannen, aan vrouwen. En het is niet dat ik met een dubbele gedachte doe. Het is ook niet dat ik ze aan het chanten ben of zo, toch? Of zo. Nee. Eén keer zei je wel iets. Wat? Ja, ik zei een keer iets tegen een meid of zo. Met wat is een vraag op straat? Met iets wil je iets zeggen tegen je ex of zo? Die meid met krullen. Ja, ik zei iets tegen haar van Sam. En toen zei ik van hoe kan je zo. Oh, ja. Ja, wat zei ik ook alweer? Ja, zo'n mooi meisje of zo. Ja. 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 Als jij haar mooi vindt. Ja, nee, nou, dat was geen. Het was ook geen lelijk meisje, maar het is niet dat ik het verkeerd bedoelde. Of dat ik het niet dacht. Nou jongens, wij gaan weer een hele discussie vanavond krijgen. Ja, helemaal niet mee. Nee? Nee, nee. Oké. Okay. Wat zijn de belangrijkste dingen die je voor Michaela wil meegeven voor later? Nou, sowieso goede opleiding. Ja? Ja, natuurlijk. Mooie spaarrekening. Ja. En ja, gewoon. Dat ze het gewoon goed heeft en dat ze niet hoeft echt te struggelen. Nee, dat ze gewoon altijd netjes alles regelt. Precies, ja. En ik denk dat ik haar wil. Dat ik, wat ik Michaela wil meegeven is dat ik. Dat ze altijd, zeg maar, het klinkt zo heel standaard en slijmerig, maar dat ze altijd de hart moet volgen. En daarmee bedoel ik meer van, kijk, als mijn dochter later ineens een zangcarrière wilt of een acteeropleiding wilt doen, zou ik dat altijd ondersteunen, snap je? Ik zou niet zo ouder zeggen van, ook nee, ik wil liever dat je dit en dit doet, want je moet weten toch, ik wil dat je dit en dit wordt. Als zij echt een droom heeft, kijk, als zij niet kan zingen en ik hoor het gewoon, dan zeg ik, oké, lieve schat, luister dan. Heel leuk dat je dat wil zingen, houd het als hobby, maar je weet toch, maar als je gewoon merkt dat ze talent ervoor heeft, ja, dan zou ik het altijd in ondersteunen. Hetzelfde met acteren en alles valt te leren. Dus dat wil ik altijd zeggen, van, volg altijd je droom, maar maak je dromen wel realistisch. Want dat zeg ik ook altijd tegen andere jongens, of die ik op straat tegenkom, van, ik wil voetballer worden, maar er zijn 100.000 voetballers in Nederland, of misschien meer, 1 miljoen jongetjes die voetballer willen worden, elk jaar. En hoe realistisch is dat, snap je? Dus dat kan je wel als droom houden, maar je houdt er wel altijd wel iets naast, snap je? En dat wil ik haar gewoon meegeven, dat ze altijd haar droom moet volgen en ook gewoon dat ze nooit bang moet zijn om iets te vertellen ofzo. Ook al zou ze lesbisch zijn of zou ze, weet ik veel, liever gekleed zijn als jongen. Ik hoop het niet, ik hoop dat ze gewoon echt een dame wordt en dat soort dingen. Maar het is niet dat ze, zeg maar, daar bang voor hoeft te zijn om dat ons te vertellen ofzo. Dat gevoel wil ik nooit aan haar geven. Ik wil gewoon dat zij haarzelf kan zijn bij ons. Ja, dat is heel belangrijk. Dus ja, dus dat zou ik aan mijn dochter weer meegeven. En Michaela, als je dit kijkt, omdat je later groot bent. Ja. Nou, ik ben echt benieuwd hoe ze eruit ziet als over 10 jaar of zo. Ik denk wel mooi. Dat sowieso. Ze nu wel. Ja. Een mooie moppie. Michello, die vraagt. Wat is jullie grootste blunder? Ja. Ik heb wel een keer een grote blunder bij Stef meegemaakt toen we net samen gingen. Wacht, ja. Ik weet al. Toen tilde jij mij op volgens mij. Ja, oké, laat me het even vertellen. Dus ik en Stef gingen net samen. En je moet denken, je bent nog verliefd op elkaar. Je wilt elkaar nog, zeg maar, een beetje bewijzen voor elkaar. Leuk doen en echt alles weer. Alles is nog, zeg maar, gênant. En toen gebeurde een van de meest gênante dingen. Ik was met Stef aan het stoeien. En ik tilde haar op, gewoon buiten. Ze was met een vriendin. En op het moment dat ik haar optilde, liet ik een puf, man. Ja, dat weet ik wel, ja. Oh man, dat was zo schaamtelijk, man. Dat was echt niet normaal. Job033 die vraagt, Feyenoord laten vallen of je vriendin kwijtraken? Zo. Dat is een moeilijke. What the fuck? Ja. Ja. Ja, is toch Feyenoord laten vallen is ook moeilijk? Oké, okay. Nou ja, dan weet ik wel waar ik sta. Nee, kijk.
Je kan samen met mij staan bij Feyenoord, maar als ik Feyenoord moet laten vallen, dan... Nee, grapje, grapje. Ik lul je maar. Maar het is wel, ik zeg je eerlijk, het is wel gewoon fijn dat ik hou ook van Feyenoord. Ja. Maar ik ook van jou en met jou moet ik mijn leven delen uiteindelijk. Ja, maar Feyenoord niet. Ja, maar weet je wat het is? Ze zeggen altijd, vrienden kan je kwijtraken, een vrouw kan je kwijtraken, maar Feyenoord blijft altijd in je hart. Ja, nee, dat was een grapje. Ik zou wel voor mijn vriendin kiezen. Serena Verbon, dat is weer Beauty Lab. Ja. Die heeft nog een vraag. Die vraagt: wat is het meest romantische dat QC ooit voor je gedaan heeft? Ben ik trouwens een romantische type? Niet erg. Nee? Ben ik niet romantisch? Nee. Nou, ik bracht wel rozen naar je werk en zo. Ja, maar dat is echt al uit de oertijd. Die waren versteend. Ja, maar ik ben niet romantisch. Ja, niet echt. In ieder geval niet meer, laat ik het zo zeggen. Maar al van romantisch wat ik heb gedaan voor je? Zo. Bedankt. Ik weet het serieus echt niet. Maar wat voor romantische dingen heb je mij gedaan? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Ah, nee, niet zo romantisch waarschijnlijk. Nee. Damien FTP die vraagt: wie is de baas in huis? Kun je wel zien. Dat ben ik. Ik ben de man. Wat? Dat dacht ik niet. Hoe bedoel je, dacht je niet? Wat is dat voor agressieve kung fu koei gedoe? Ik zou je kung fu op de kop geven. Wat? Hoe bedoel je, ben ik de baas? Ik ben toch de baas? Mijn mannen zijn de baas. Mijn mannen... Dat denk ik niet, hè? Jawel. Ik ben de baas over mezelf. Ja, en ik ben ook nog eens de baas over jou. Ja, dat toch. Jawel. Een hond heeft een baas. Nou, je moet nooit zien dat er een baas boven een baas is ofzo, snap je? Dus we hebben gewoon samen een relatie en niemand is de baas, denk ik. Nee. Dus dat is het beste in een relatie. Ja. Flying Cat, die vraagt: willen jullie nog een kind? Want jullie dochter is zo schattig. Willen wij nog een kind? Wil jij nog een kind? Nu voorlopig nog niet. Maar het is van niet naar voorlopig niet gegaan. Ja. Dat is een goed teken, want ik wil wel nog een kind en ik wil het liefst gewoon een zoon. Als ik een kind krijg, dan hoop ik echt dat het een zoontje is. En dan heb je gewoon een dochter en een zoontje en dan ben je eigenlijk gewoon klaar, perfect. Maar ja, als ik een kind krijg, dan wil ik nog eens een dochter krijgen en zo. Ja, mij maakt het niet uit. Maar dan maken we nog een kind erna, totdat we een zoon krijgen. Toch. Ja, ik moet maar minimaal, er moet eentje mijn naam dragen. Ja, maar ik ga... Familie Korea. Ja, maar ik ga niet, ben je gek. Hoezo niet? Nee. Hallo, jij hebt makkelijk kleuren, maar ik moet er 9 maanden mee lopen. Ja, nou, ik moet jou zwanger maken. Ja, ja. Pleur op, zeg. Maar wat hoop je dan wat het is als we nog een kind krijgen? Maakt niet uit. Nee, geen zoontje? Nee, maar nee, maakt echt niet uit. Ja, ik hoop wel dat het een zoontje is. Ik vind een dochter hartstikke leuk en een tweede dochter zou ik ook nog steeds hartstikke leuk vinden, maar... Als je dan al een dochter hebt, lijkt me een zoontje leuk. En als ik al een zoontje had, dan leek het me leuk om een dochter te krijgen. Dan heb je gewoon 2 van beide, zeg maar. Ja, dat wel, maar ik heb zoiets van, ja, je moet blij zijn dat je überhaupt kinderen kan krijgen. Er zijn ook mensen die geen kinderen kunnen krijgen, toch? Ja, nou, daar heb je een punt. Oh, daar sluiten we gelijk de vraag mee op. Oké, jongens, ik denk dat we weer aan het einde zijn gekomen van de Q&A. De vraag hoe heb je elkaar leren kennen, hoe was de zwangerschap, heb ik expres niet beantwoord. Omdat ik zeg maar een soort van ons verhaal wil maken, dus our story zeg maar, net als Nesim heeft het een keer gedaan, meerdere YouTubers doen dat van onze liefdesverhaal, how we met en zo, dat soort dingen. Dus daar wil ik gewoon een heel aparte video van maken en daarover praten en dan elke keer weer een nieuw onderwerp. Dus ik wil bijvoorbeeld als eerste praten over onze relatie, daarna over de zwangerschap en daarna misschien een keertje over iets anders, het minst leukste wat we allemaal hebben meegemaakt. Gewoon dat je een beetje in verhalen ons leven leert kennen zeg maar, dus laat weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Jij vindt het ook wel leuk, toch? Ja. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Wil jij nog iets zeggen? Vergeet niet te liken en te subscriben. Ja, ja. Wil je nog iets over jezelf zeggen? Moet je jou nog ergens op volgen? Of, Nee. Nee, ja, ik ben niet bijzonder. Dus, ik ben bijzonder voor mij. Ja, oké. Maar ik ben romantisch, niet toch? Voor de dingen. En als mensen een verkeerde indruk krijgen van mij, van mijn gezichtsuitdrukking, omdat ik altijd chagrijnig kijk, ja. Wat dan ook, nou dat is niet zo, maar dat is gewoon mijn gezichtsuitdrukking. En als je het niet leuk vindt, dan kijk je maar niet.
Hey, dat is een... Accepteer de punchline. Accepteer. Nou, wij gaan daarmee afsluiten. Bedankt voor het kijken. Dat ga ik niet doen. Wat? Dat achterlijke geluid niet doen. Maar waarom kus je dan voor de voor dat is leuk? Ja. Dat ga je echt uitknippen, gek. Nee, joh, dat kan echt niet. Oké, eentje dan. Nee, gewoon normaal. Ga je dat erin laten dan een kusje? Nou. Godverdomme.